We zijn hier bij Watson bij IBM. En ze hebben eerst Watson gebruikt om DALI te analyseren en mooie kunstwerken te maken. En op zich gebruiken ze augmented reality op een leuke manier hier. Ik heb een appje die gewoon de camera inzet. En op het moment dat ik het ergens op richt, dan wordt het gewoon, dan gaat het, geeft het gewoon precies inzicht waar iedereen zit. En dan komt de app meteen tevoorschijn, zodat je meteen de informatie weet. En Watson analyseert allerlei statistieken. En dit is gekocht door Finnair. En natuurlijk, Watson wordt ook gebruikt voor IoT. Deze fiets van het American Cycle Team is helemaal uitgerust met sensoren en Watson analyseert. En hierdoor hebben ze nu 4,5% performanceverbetering gekregen. En zijn ze op dit ogenblik gewoon wereldkampioen geworden. Net gisteren. Overal 5G. En ze hebben een 5G auto. Een hele bak technologie nodig. En we hebben natuurlijk overal robots. En bots, natural language, poppetjes die met je praten. In Korea de SK Telecom, Google Home. En dit is Tinkerbell, een mirror met intelligentie. Natuurlijk kun je alles meteen uitzenden op Facebook. Samsung helemaal los op VR. Samen spelen, hier ga je helemaal over de gek. En natuurlijk de passenger train, grote rijen. VR moet je op alle mogelijke manieren ondergaan. Huawei versus ZTE, de twee giants van China. Oké, ZTE heeft een 5G handset. En hier hebben we de gigabit phone. Oké, de eerste 5G handset met 1 gigabit connectie. Yes, wat zou dat dan batterijen kosten? Heel mooi snel. Nog even wat meetapparatuur erbij. En dit is niet 5G, dit is gewoon LTE Plus. 3 carriers bij elkaar en dat levert dus 1 gigabit op. Maar dat is nog geen 5G. Oké, en de handset is vooral detail. Dit is nu Dolby Surround geluid in een telefoon. En dat klinkt heel aardig, maar nou niet zo. En ZTE heeft 2 camera's en dat dit ziet eruit als 3D. Ja, kun je niet zien nu, maar het ziet er aardig uit. En Google komt nu met een nieuwe bril, de Google Daydream, en ZTE support die. En deze kost dus €50, inclusief een remote. Okay. Nog niet in Europa verkrijgen. En achter de schermen gaat alles over 5. Kijk voor film nummer 2.